Dag dames en heren. Gaston Bergmans is 80 jaar geworden en daarom mogen 5 collega's en ikzelf hem 6 weken lang eens flink in de bloemetjes zetten. Samen met Gaston nemen we een duik in zijn schatkist vol verhalen, herinneringen en onweerstaanbare sketches. Ik mag de spits afbijten en daarom zou ik het met hem eens graag willen hebben over boeren en vrouwen. Want die hebben in de Gaston en Leo shows een belangrijke rol gespeeld. En natuurlijk ook over Jenny, de grote liefde van zijn leven. Plaats van afspraken is de zaak van dochter Chantal hier in het landelijke Randst. Welkom in de eerste aflevering van Gaston 80. Dag Gaston. Hey Dina. Hallo. Zit die gemakkelijk gerakt? Ja. Was dit te moeilijk voor te vinden? Nee, ik heb de weg goed gevonden, want het is inderdaad een beetje afgelegen. Ja, niet meer afgelegen. Ik begrijp waarom dat je hier graag komt. En de dochter in de keuken. Mm-hmm. Kom je hier dikwijls? Ja, toch minstens 2 keer per week. En als we komen eten, mijn dochter staat in de keuken, dan kan ik al eens zeggen, doe dat er eens bang of doe er eens van meer loeikoek of zo. Dat is gemakkelijk. Dat is gemakkelijk, ja. Ja. Ja, maar eigenlijk ben jij toch meer een stadsmens en vroeger ging je ook al eens gemakkelijk naar de zee. Ja, maar ja, we werkten ook al eens hier hè, in de zomer. Natuurlijk hadden we een hele dag vrij en dat was dan ook een soort vakantie. En dat was soms werd ik wel eens lastig gevallen door mensen die naast mij komen lopen en vragen stellen. Het plezantste was, waar de kinderen? Ja. Als die afkwamen, dan had ik altijd die te verwachten. Zo heb ik iets over 2 jaar. Toen we waren. Dat was een kleine, ik zag die van ver. Ik hoorde open, Gaston! En ik ging naar verte, een kleine, jaar of 4, met wit haar. Dat de moe stak aan de hand van zijn mama. En ik hoor, en die lotte hand van zijn mama, als die komt naar mij gelopen. En die zei, Gaston, zeg wat hij is. Ik zeg, ja jongen, mijn jongen. En in dat vliegmachine zei hij, En ik wist niet direct waar dat hij me over had. Maar toen zei hij, met die Chinezen, word jij niet bang? Ik zeg, nee, niet een vliegmachine, dat valt nooit. Ja, maar je kunt er wat van zetten. Oh, jongen toch. En dat was voor mijn jongen toch. Al die mensen er rond stonden te lachen. Ja, op de deur zei ik moet toch naar huis, want ik zag dat uit bommen wachten. En dan zei ik, met de auto? Ik zeg, nee, met vliegmachine. Nee. En dan leefde hij nog zijn bommen. En dan hoorde ik hem nog vertellen tegen zijn bommen. Hij gaat met vliegmachine roos. Dat is de jongeren die is. En zo wandelen we dan verder. Dat is ongelooflijk. Dat vergeet je nooit meer. Nee. Nee, jongen. Dat kan nou nog niet. Papa, kom naar huis. Anneke, de match is juist begonnen. Lever wat dan. Maar geef dan eerst iedereen een schoenhandje. Papa, maak een pralineke. Nee, mijn jongen. Dat is ongezond. Allee, Bompa! Nee, als Bompa nee zegt, is nee. Dan krijg je een dikke buik van. Ja. Met dan. Jij zei er ook niet kunnen afblijven, hè? Is maar een kind, hè, madame. Nee. Ja, meneer. Heeft u gedronken, meneer? Nee, meneer. Zou meneer dan
is willen blazen, alstublieft. Inhaleren, blazen en blijven blazen. Dank u. Blazen, blazen, blazen. Dank u. Dus, meneer, het is wel gedronken. Dat kan niet. Ik heb niet gedronken. Meneer. Pompa heeft niet gedronken. Dat apparaat is kapot. Dat apparaat is niet kapot. Laat mij dan eens blazen. Inhaleren, blazen en blijven blazen. Blazen, blazen, blazen. Dank u. Je moet zien hoe kan dat. Die test is weer positief. Zie je nu wel? Dan is er even met dat machine. Rammer daar, kom. Nog alle geluk, hè, Bompa? Dat ik de restjes van uw pinten heb opgedronken. Moeke, ik heb dorst. Jij en bij wie zit je? Moeke, ik heb dorst. Echt, die is weer van dassen, hè? Moeke, ik heb dorst. Stop dus! Moet dat gesloopt? Dan zal die een dorst wel overgaan. Manneke, pas zoek dat ik naar boven moet komen, hè? Al wel vaker brengt al in passant een glasje water Brave jongen, kun jij me zeggen welke weg hier naar Moerkerke gaat? Dat zeg ik niet. Wel, wel, wel. Zo zul jij nooit in de hemel geraken. En jij niet in Moerkerke. In toneel en op en televisie en zo zeggen ze dat met kinderen en met dieren werken om problemen vragen is, hè? Is dat zo? Ja, dat is zo. Tegen een kind of een dier kun je het nooit inhalen. Dieren, daar kan ik ook over meespreken, hè? Bij boerzoek vrouw, dat is ook niet evident. Dat geloof ik. Ik heb dat meegemaakt in Oud-België, als je wat ziek in Antwerpen. En ik heb er gespeeld toen ze nog veel meer attracties werkten. Dat was de beste attracties van de wereld in een tijd. En ik stond achter het scène. En er stond een grote kist met een zwarte deken over. En ik zet me erop. Ik wacht, ik zit op die kist. Ik dacht wat erin zat. En ik zit zo even en ik hoorde niet eens. En ik voel dat aan een bier. En ik zie. En dat was dan een panter die erin zat. En die had zijn poot door die tralie en die nagel. En die hakte in mijn broek. En die trok dan naar beneden. En ik had een neefkostuum. Ik was zo fier als een duivel. Een beers dat blonk. Zo'n lichtbeers dat heel hard blonk. Maar ja, die broek die lag open tegen de grond, want ik moest op. En dan ben ik zo opgegaan. Zo. Zo. Op zanger ben ik opgegaan. En die mannen van het orkest, die zagen dat. Die zagen mijn broek. Die lachten, want de bleek wist het niet. Maar ik zag wel... Het was al vroeg dat er iets was. Dus ik heb een Hongkong niet gedaan. En dan heb ik het eens laten zeggen om de mensen te zoeken. Die wisten dat mijn broeken schuiven. Van wat, dat weet ik niet. Maar de baas, meneer Matone, die heeft mijn kostuum betaald.
Allee. Dus ja. Dat is een schoon geste, hè? Ja. Mijn broer. Zeg, wilde je dan aan die mug? Zo gaan ze door tussen die koeien. Wat u mij daar zegt is zeer eigenaardig, meneer Janssens. En dat is nu al 3 jaar dat mijn vrouw denkt dat ze een straatvogel is. Ja, ja. En dat geeft problemen. Ja, soms loopt ze 3, 4, 5 keer rond de tafel. Zo zot. Dan zal ik haar toch eens moeten onderzoeken. Hè? U moet haar eens meebrengen. Ze zit in de wachtkamer. Maar laat u ze toch binnen, meneer Janssens. Ja. Ja. Kom even binnen, Lisa. Dag, madame. 2 liter melk. 2 liter verse melk voor madameke. Yep. Chef, 2 liter verse melk voor madameke. Rattenvergif in, hè? Rattenvergif? Rol dat naar je hoort. Wist je wat er zit? Weer een die geprobeerd heeft om zijn schoonmoeder te vermoorden. En hoeveel heeft hem gekregen? Ah, niks. Allee, de zus heeft hem nog een tweede kaas gegeven. Allemaal. Ja. Makkelijk. Amai, maar Tilleke, je moet maar dan uitbrengen, als wij zijn, madameke, zeker. Ja, dat is goed. Dan kan ik allemaal klaar kamisjes bij Jacob doen. Kamisjes moeten niet in de keuken zijn. Ik moet niet doen dat je de baas is, hè? Achter mijn toeg, ja. Dat zal het zijn. Tekening gedaan, zeker. Dat is niet slecht gedacht. Amai, zeg allemaal recommandees, dat doe ik er niet vandaag. Dat is veel te veel werk. In eerste zicht werkt zelf. Die schrijft alle dagen een brief naar zijn eigen. En waarom doet hem dat? Dus aan zijn eigen te vragen hoe dat met hem gaat, zeker, hè? Maar zeg, ik wil het te vergeten, wat voor je zoon? Direct. Oh, je hebt er anders al 2 schoen bazen, hè, Mathilde? Ja. Ah, thee voor het doebij! Julia! Als je thee vraagt, krijg je thee. Dag allemaal! Wat eten we vandaag? Ratten! Hé? In de naam was het weer kalkoenfilet. En dat raakt niet binnen. Een grote groen. Met zo'n tang en zo'n steer. Stil. Oh, het is jullie, ja. Een grote groen met zo'n tang en zo'n steer. Was toch geen reuze olifant, zeker? Zwaasnissen, zo'n beest. En piepen dat doet. Piep, piep, piep. Hoor dat? Julien, de klanten. Dat is het turkje van de keuken dat piept. Allee, voor wat gaan ze vangen? Ik ben hier nodig. Wat zal het zijn? Wel, de dag schotel zeker. Is geen rat met promen. Dat is geleden van Niedernoel. Julien, vooruit. Nee, Mathilde. Ik doe het niet. Julien! Wel, natuurlijk, ik zal ik eens van die dag schotel zorgen, want daar is er een vent van nodig. Hier, juffra. Ze zijn maar ratteke dan goed aan het soigneren. Verbied! Het is
dringend. Kinderse! En je zegt het precies groot. Ja, zolang dat Quinn blijf ik spelen. Hij is kapot. Er moet een nieuw deksel lopen. Nieuw deksel? Waarom? Omdat er geen vogel in zou vallen, tje. Jackpot. Voilà. Dan heb ik weer eens goed garage, Erse. Ze zit in het toilet. Ik zeg dat ze in het toilet zit. Allee, Pierre, vooral wat arrangeert. Ga dat nog eens? Nee, dat zal vandaag niet meer gaan, zijn Mathilke, want ik heb me kwijt nu een recommandeer te doen en dat is een hoop werk, zeg. Ja, ja. Het jij dat te verliefd? Ah, nee, Mathilke, je trekt uw van dan wel mee, zeker. Tot morgen, hè? Strasse, nou is die facteur met mijn dagschotel weg. Je nee, zeker weer niet betaald. Hij zal vandaag een heel schrappe leven. Als we nu terug gaan naar de Gaston en Leo shows, daarin spelen mijn goede vrienden, de boeren, ook een belangrijke rol dikwijls. Ja. Waarom? Ja, ik heb ook een boer gespeeld, verschillende boeren. En als ik een boer speelde, dan voelde ik me meer vinkt dan ik was. Is het echt? Ja, ik had daar een snor geplakt, een klank op. Ja. En een boer kan zo streng zijn en die hebben de... Je moet ook pas gesminkt worden. Niet te veel, maar toch moet de gezichten nog wat drukking geven dat de weer en wind al is versleten, verstonden. Ja. Een boer spelen vond ik het ongelooflijk. Ja. Kunnen we zeggen hoe laat het is, meneer? De landbouwer? Vier. De zon, hè? Maar hoe kun je dat nu zien als er geen zon is? Simpel, hè? Dan zie ik hier op je. Het is 4:55. De zon stond achter. Hey. Hoe is hij nou afgelopen met die haan die je niet meer van zijn kiekens wilde weten? Hij is opgelost, jong. De veterinair die is geweest. En die heeft pilletjes gegeven voor bij het eten te strooien. En sindsdien, jongen. Hoe heette die pillen? Dat weet ik niet. Maar ze smaken naar zuurbolletjes. Word jij vannacht vrij, manneke? Jawel, maar moet ik nog een lief zoeken, hè, boer? Zuur! Ja. Mag ik een avalanteren eens meenemen? Als ik ging vrij, nee, manneke, dan ook ik geen lanteren nodig. Weet je dat? Jawel, dat zie ik. Secretarissen van dokter Klaas. Dag, madame. Ik moest van meneer dokter mijn ontlasting binnenbrengen. Ja, breng het maar binnen. Timmers komt de veterinair om ons blis te bevruchten.
Jij wijst die mens de weg, hè? Wat? Ik weet het. Hallo? Goeiedag. Ik ben hier voor die koe. Ja, ik weet ervan. Die zit deze hier, hè? En door is een balk en daar steekt een ogen in. Dat kun je de broek wel hangen. Ons Bertha ook eens insteken. Zeg Gaston, als we het hebben over Gaston en Leo en boeren, dan denken we automatisch aan het gezin van Pamela. Hè? Heb je daar een stukje van gezien? Van het gezin van Pamela? Ja, ja, ja. En wel, ik vond Leo daar schitterend in als boer. Want Leo was altijd wat beschadigd. Ja. Die wist niet of dat hem dat dan kon. Maar het is de goede acteur. En dan speelde die een boer. Ik zeg, als ik die een boer speelde, dan moest ik meer vinken dan ik was. Leo niet. Leo met zijn snor en met zijn klaksje. Hij had dan ook zo'n rechte houding. Zo'n kas. Ongelooflijk een boer. En zijn vrouw, hij had een goede tegenspeelster. Dat gezin van Pamela, dat is echt de knaller geworden. Door Leo, die dat zo in zijn handen had. Ja. Want ik heb het hem dan ook gezegd, ik moest hem dat zeggen. Dat ik zei, Leo, godverdomme. Je deed de show gestald, het is een formidabel boer. En ik weet, als het allemaal afgelopen was, dat hem er heel fier op was. Ja. Ja, garantie. Ja. Jij bent precies ook nog fier op hem nu, hè? Ja, ik ben heel fier op hem. Ja. Ik weet het. Maar we zijn er zeker? Ik weet het zeker. Nog heel zeker, wat anders? Heel zeker. Nou, wel, ze zagen het dan, hè? Wel, voorzitter, weet u nog hoe ze mijn koor leren kennen en met de bevrijding van 44? Ja, ja, dat weet ik nog, hè. Dat was met de dingen, hè. Met de bevrijding van, wacht, van 44 zeker. Ja, dat moest u iets geweest zijn, hè? Wel, ik moet iets bekennen. Ik was niet wie wat tijzeren dat ik toen was. Zeg dat nog een keer. Ik was niet wie wat jij pijzerde dat ik toen was. Ik was niet Pamela. Dat meisje wat dat je over ontfermd hebt. Ik was de dochter van graaf Philippe Rillet d'Oustanbanque uit Oostende. Mijn vader heeft mij onterfd en mij aan de deur gezet. Gelijk een vuilbak. En weet jij waarom? Het was hoe het was, vooral zei ik. Voordat ik u leerde kennen, heb ik in zonde geleefd. Ik was de maîtresse van een Antwerpse industrieel. Van een Antwerpse diamantair. Van een Antwerpse politieker. En van een Antwerpse kunstschilder. En toen zijn we getrouwd voor de... Van moeders, ze gezegd. Maar dat was niet van uw moeders. Dat was moeders van een andere man. Zeg dan nog een keer. Wel, vader. Berthe is niet uw zoon. Van wie ben ik dan verraderlijk? Van Maurice de Smet, de Antwerpse visboer. Gigantverdomde die miljarden om de dier, dat ik het zo lelijk moest zeggen. Een bastard op mijn nerven. Wie is dat gebeurd?
Zeg het. Zeg het, maar kan ongelukken doen, hè? In zijn viskar. Nog eens de smet zitten bij mij, kon ik er meekijken naar mijn sprot. En daar heeft hij mij genomen. Tussen de pladijs en de gepuilde garnaal. Genomen, genomen, genomen. Niet te leven te werken, dat haast. De smet, is dat met één woord of met twee woorden? Zeg, hè. Hij geparkeerde mossel. Zie je nog zitten, zeg. Dat moest mijn opvolger zijn. Mijn zoon van een visboer. Een visboer. Wordt het nu nog gedaan met een elektricien? Of met een metser? Of met een facteur? Oh, maar voter, dat had Maurice niet goed gevonden. Dat keek mijn facteur in zijn viskar. Zeg! Een visboer. Dat is dat, dat noemt Dillie. Zie al 40 jaar rieken. Vis! Vis! Ge uitgerekte viskroketje. Is het dan niet veel beter als die vijf anderen, weet je dat? Van meneer. Van meneer, zakken! Mijn grote rustig Bertus, hij valt niet. Zeg! Wat hebt me nu gegeven? Trap het af! Jawel, ik trap het af! 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 En nog eens af! Ik kom naar Amerika. Amerika. Dat is toch hier de Adolf Max zo wat. En dan direct links naar de grote ring. Ja. Oh, van God. Onze Berten is weg voor goed. En hij nog niet eens aan de pap opgeten. Mis je hem nog vaak, de Leo? Ik mis je nog alle dagen. Alle dagen denk ik aan Leo. Ja. En dan ook foto's in een bureau hangen, in de living hangen. Alle dagen zinken. En ik denk vooral aan de laatste telefoon die ik van hem heb gekregen. Ja, ik kreeg een telefoon en ik had gedacht wie het was. Een avond, een pak koffie en ik hoor knolken. Sleo. Ik zeg, wat is Sleo? Je zei, dan wat blijft er wel. Het is al zo lang geleden dat ik al gezien heb. En dat was op mij René, omdat ik met René hem toch regelmatig in het ziekenhuis ging gaan bezoeken. Maar we hebben de laatste tijd gehoord dat er met morfine werd gespoten. En dat we moest rusten, rusten en dat we beter niet wonen. Dus ik zeg, ja, maar we wisten dat je moest rusten. Dan zei ik, moet het toch nog iets zeggen, zei ik, moet het bedanken voor al de teksten die je van mij geschreven hebt. Maar zei niks meer. En ik voelde, ik hoorde dat hem schreeuwen. Ik heb Leo nooit weten schreeuwen. Dan zei niks. En ik kon ook niks zeggen, want ik schreeuwde van binnen. Ik hoor een telefoon in hangen. Dan heb ik ook maar in hangen. En twee dagen daarna. Ja. Ja. Jullie hebben echt wel veel tijd samen doorgebracht. Hè? Dat is echt meer dan meer ons verhaal. Wij vertellen aan elkaar meer dan ons verhaal. Dat heb ik al tegen zijn joeken gezegd. Ik weet veel dingen die Leo nooit aan zijn vrouw zal vertellen, die hem tegen mij en nu moet ik hier doen. Ah. Maar ja, waar leefde zoveel oog? Van s'morgens, dit s'avonds, dit s'nachts. En als we gewerkt hadden, we konden nooit recht naar huis. Maar ook niet. Dat ze whisky kon drinken. En dan zochten we een rustige zaak wat. Maar ja, whisky en nog een whisky. En als we slecht gewerkt hadden, gingen we die in het drinken, omdat we slecht gewaard hadden. En als we hoog gewaard hadden, gingen we die in het drinken, omdat we ze ook gewaard hadden. Dus we hadden altijd een goede reden. Ah!
De deur staat open. Allee, kom. Kom. De deur staat open. Allee, kom. Ja. Ik heb ze dicht gedaan. Hier in de Witstraat valt voorlopig weinig te beleven. De kabinetsraad is volop aan de gang en het ziet er naar uit dat de ministers zullen vergaderen tot eind deze nacht. Geen nieuws dus. Ja, ik zie dus toch premier Martin. Meneer de eerste minister, wat zal er uit de bus komen? Wel, voorlopig nog niets, maar er moet dringend iets uit de bus komen, nietwaar? Dat is zeer dringend. Op welk vlak? Wat betreft de wateroverlast in de verschillende gebieden. Dat heeft natuurlijk prioriteiten. Dat begrijpt u wel. U verwacht dus op zeer korte of lange termijn maatregelen? Zeer korte termijn. Zeer kort, ja. Maar laten we niet meer rond de pot draaien, nietwaar? Ik zeg het nog. De deur staat op een spletje en we moeten erdoor, nietwaar? Hoe is de sfeer eigenlijk binnenin? Gespannen. Oei, zeer, zeer gespannen. Maar ik herhaal het en ik zal het niet kunnen blaven herhalen, denk ik. Maar mijn partij en ik, wij staan te trippelen van ongeduld om de ingeslagen weg verder te zetten. Je blijft dus hopen op een goed afloop. Ja, dat moet, hè. Anders ga ik naar de koning. Tot zover deze straalverbinding uit de Wetstraat. Commissaris Schilfertjes. Met commissaris Schilfertjes en Rozemarijn. Wie heeft het gedaan? Satsjauke, commissaris. Wanneer? Om 19:35. Aha, 19:35. Dat betekent dus dat Satsjauke een voorsprong heeft. Inderdaad, commissaris. Maar ik denk dat we hem nog kunnen inhalen. Aha. Weet je wat aan mij dan u doet aan denken, zo'n ooizolder? Liefde en romantiek. Kun jij je eerste lief nog herinneren? Of je eerste verliefdheid? Ja. Nog heel, heel hoog. Ja? Echt waar. En dat was in 1942. We waren met de vrienden met de fiets naar een voetbalveld gereden, waar de allemaal squatkelders waren gemaakt. En daar reden we dan ook. Dan fietsten we en dan duwden we elkaar van de fiets. Die had Lester nou verschuilt, die was gewonnen. Maar we zingen er een hele hoop maskers aankomen. Ja, en die komen er langs en wij stoppen met fietsen. Direct in een hoop, allemaal babbelen. En ineens komt er een masker aan en die zegt: wil jij even in de schoolkelder gaan? Dan zal uw vriendin langs de andere kant komen voor uw eerste kus. En hoe oud waren je toen? 16. Ah, ja. Dat kon, hè? Nou, dat kan wel. Denk wat verdikken, joh. En ik kom die schoolkelder in. En ik zeg, hey, dat vriendin, ik kan ook, okay. Zeg maar dat. En ik kon in die school ook al zeggen, godverdomme. Ik zeg, ik kon haar na kussen, hè. Ik dacht, op haar mond, zo. Ik dacht, nou moet ik er iets van maken. Ik weet van binnen, zo hevig. Maar blijft ze. En hier was ze ver maar. En die lacht nog maar. En die weer wat roert. En die zei niks. En ik zei niet eens tegen haar, je hebt haar erg. Want ik zag zo'n heel streppetje net van haar kin. En die roer ging erop, die was er een hand af. Die dromde naar roem en die schouwde op de loep. En die was weg? Die was weg. En ik heb ze er nog af en toe teruggezien, maar zei jij maar nooit meer bezien. Alleen? En ja, en nu nog, hè. Als ik nu haar net
Dan denk ik om haar, dan denk ik om Gabriel. Ik zou willen trouwen. Jazeker. En in welke datum had u gedacht? Dat is eender. Ik ben blij dat je al wilt. Dag André, wat zal het zijn voor u? Ik zou weten willen vragen. Zou u vanavond met mais willen gaan eten? Gaan eten? Vanavond? Ja, graag. Echt? Geef me dan eens een flesje mondwater. En een pelletjes shampoo. En een extra sterke deodorant. En een pakje condoom. Gaston, we gaan een ritje maken. Dat was. Dat ga ik nog niet verklappen, maar wouden het romantisch, hè? Oké. Stap. Dank u. En we zijn weg. Ja. Je hebt mij daarnet verteld over uw eerste verliefdheid. Ja. Maar uw enige echte grote liefde in uw leven, dat is Jenny, hè? Ja. Hoe heb je haar leren kennen? In Antwerpen, op de Grote Markt. Er was een taverne, de Bonaparte. En ik kende die mensen goed die er waren. En nu en dan na het optreden ging ik er een whisky drinken. En op een zaterdag stond er een nieuw meisje achter een toer. Heel schoon. Masker was dat. Nou, dat masker was te schoon voor mij. Dus ik denk, die moet ik niet, want dan moet ik niet verleefd op worden. Maar ze klapte toch nu en dan. Was wat verlegen, maar ik vroeg hoe kwart ik en van waar dat ze kwam en zo. En dan heb ik op een duur heb ik ze gevraagd voor iets mee naar een optreden te gaan. En dat deed ze. Dus is mee naar een zaal geweest en met de pauze zag ze mijn kleedkamer al op. Want ze zei, ik zit alleen in de zaal, maar hier bij u. Kijk, dat was geen probleem. En dan heb ik het nog eens gevraagd en nog eens. En dat ging vanzelf. Op een duur vroeg ze het zelf, wanneer gaat er nog optreden? En dan wist ik dat het kon. Ja. En dan wisten we dat alle twee. Ja. En
Ik heb die niet meer wat mijn handen losgelaten toen. Dat was grote verliefdheid tussen alle twee. Ja. En uw oogstjes fonkelen nog altijd, hè? Mm-hmm. Zeg maar, ja, zo met een artiest in zee gaan, dat heeft ook een keerzijde, hè? Heeft Jenny u veel moeten missen? Ik begreep het allemaal later maar. Dat ze feitelijk meer geleefd had voor mij dan voor haarzelf. Ja. En achter elke sterke man staat er een sterke vrouw, hè, zeggen ze. En ook toen je ziek werd, heb je veel steun gehad aan haar, hè? Ja, toen heb ik begrepen dat ik ze over 47 jaar dat ik er verliefd op werd. En dat ik ze over 17 jaar pas heb leren kennen. Toen met ziekte zijn, heb je eigenlijk pas beseft wat ze... Ja. Of wat je aan haar had eigenlijk dan. Ja. Dat ze meer voor mij leefde dan voor haar. Gewoon. Ja. Heb ik heel goed begrepen. Nu ben ik al bij veel mannen uitgenodigd om koffie te komen drinken. Ja? Ja. Maar is het de eerste die koffie maakt? Pardon? Mag ik? Doe maar. Er was een groot congres in de stad. Over seks. Ik ben er geweest. Dan weet je ook welke de beste minnaars zijn. De beste minnaars zijn de Indianen en de liefste de Joden. Mag ik me voorstellen? Winnetou Rosenbaum. Ik had me dat toch anders voorgesteld, je partnerrol. Zegt u eens A? A. 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 Nu diep inademen en langzaam uw telefoonnummer uitspreken. Mooie kastelen, Gaston. Ja. Wel, ik dacht dat het u misschien wel een plezier zou doen om eens samen met Jenny, Chantal en Paul te kunnen tafelen zonder dat Chantal achter de kookpotten moet staan.
Is dat goed? Dat zou formidabel zijn. Ja, oh, voilà. Dan maken we hier dus mee. Ja. Ik laat jullie alvast genieten van het aperitiefje voordat jullie aan tafel gaan. En dan kom ik straks nog eens kijken. Dank u. Goed. Hallo. Dank u, mevrouw. Dank u. Dag, schatje. Dag, meisje. Mm. Dag, Prutske. Max. We hebben nog een reuze verrassing voor Gaston, dames en heren. Want hij weet absoluut niet dat we speciaal voor zijn verjaardag een deel van zijn familie uit Amerika hebben laten overkomen. U bent zijn zus, neem ik aan? Ja, ik ben de zuster van Gaston. Dag. Ik ben een echtgenoot, dus dag. Mijn dochter Chris. Hallo. En mijn kleindochter Rebecca. Hallo. Maar is al een grote meid. Ja, dat is een grote meid en die zijn hier 9 jaar geleden geweest. Dus dan was ze maar 3 jaar. Amai, jullie zien elkaar dan niet vaak? Het is een hele afstand, oh, hè? Het is een hele afstand, hè. Maar wij komen elk jaar terug. Ah, ja. Mijn man en ik, wij komen elk jaar terug. Ja, maar voor haar is het dus al veel langer geleden. Veel langer geleden, ja. You were only 3. Yes. Do you remember him? Yes. We went over to his house and we played games. And he made funny faces. So I gave him a nickname, Funny Face. That's a really good nickname. Hij is hier ondertussen. Aha. Gaan we eventjes kijken? Ja. Ja. Het is echt een verrassing, hè? Ja. Ja. Gaan jullie mee? Ja. Oké. Okay. Dank u. Ja. Gaston. Hier, hè? Kom, moet ik bij je kamer? Ja. Het is mooi gedekt, hè? Ja. Heb je ervoor gezorgd? Ja. En we hebben nog een verrassing voor jou. Ja. Funny Face. Rebecca! Rebecca! I'm Funny Face, you know? Yeah. Dag, mijn kus. Dag, mijn zoon. Dan ben ik altijd de schoentje van me, dat weet je. Dat is lang geleden. Ja. En ik zou de naam mengen. De naam Vincent. Zuster. Happy birthday. Happy birthday. Wat is mijn dag? Dat is een beetje moeilijk dan. Dat is zo mooi. Ja. Een heel banket was dat hoor. Oesters, zoenkriften, ijverzwaan. Oh, geiten dat ik dat heb. Spaardig dat me een droom was, hè. Maar, kun je nou geloven dat ik er echt een zwaar maag van heb? Echt? Ja, echt. Dan zal ik deze maar alleen opeten, hè. Naar Amerika. Amerika. Dat is toch hier de Adolf Maxoet. En dan direct links naar de grote ring. Ja. Oh, Heer van God. Onze Berten is weg voor goed. En hij nog niet eens aan de pap opgeten. Mis je hem nog vaak, de Leo? Ik mis je nog alle dagen. Alle dagen denk ik aan Leo. Ja. Ik heb dan ook foto's in een bureau hangen, in de living hangen. Alle dagen zinken. En ik denk vooral aan de laatste telefoon die ik van hem heb gekregen. Ja, ik kreeg een telefoon en ik had gedacht wie het was. Een avond, een pak koffie en ik hoor knolken. Dat is Leo.
Ik zeg, wat is het, Leo? Jongens, hij heeft een blijft rollen. Het is al zo lang geleden dat ik al gezien heb. En dat was op mij René, omdat ik met René hem toch regelmatig in het ziekenhuis ging gaan bezoeken. Maar we hadden op de laatste tijd gehoord dat er met morfine werd gespoten en dat je moest rusten en dat we beter niet wonen. Dus ik zeg, ja, maar we wisten dat je moest rusten. Ik zei, ik moet het toch nog iets zeggen, zei hij, om goed te bedanken voor al de teksten die je van mij geschreven hebt. Maar zei niks meer. En ik voelde, ik hoorde dat hem schreeuwen. Ik heb Leo nooit weten schreeuwen. Er zei niks. En ik kon ook niks zeggen, want ik schreeuwde van binnen. Ik hoorde een telefoon inhangen. Dan heb ik ook maar inhangen. En twee dagen daarna. Ik heb net echt wel veel tijd samen doorgebracht. Hè. Dat is echt. Meer dan meer, ons verhaal. Wij vertellen aan elkaar meer dan ons verhaal. Dat heb ik al tegen zijn joek gezegd. Ik weet veel dingen die Leo nooit aan zijn vrouw zal vertellen. Die hem tegen mij en nu moet ik hier doen. Ah. Maar ja, waar leefde zoveel oog? Van s'morgens, dit s'avonds, dit s'nachts. En als we gewerkt hadden, we konden nooit recht naar huis. Maar ook niet. Dat ze whisky kon drinken. En dan zochten we een rustige zaak wat. Maar ja, whisky en nog een whisky. En als we slecht gewerkt hadden, gingen we die in het drinken, omdat we slecht gewaard hadden. En als we goed gewaard hadden, gingen we die in het drinken, omdat we ze ook gewaard hadden. Dus we hadden altijd een goede reden. Valt voorlopig weinig te beleven. De kabinetsraad is volop aan de gang en het ziet er naar uit dat de ministers zullen vergaderen tot eind deze nacht. Geen nieuws dus. Ja, ik zie dus toch premier Martin. Meneer de eerste minister, wat zal er uit de bus komen? Wel, voorlopig nog niets, maar er moet dringend iets uit de bus komen, nietwaar? Dat is zeer dringend. Op welk vlak? Wat betreft de wateroverlast in de verschillende gebieden. Dat heeft natuurlijk prioriteiten. Dat begrijpt u wel. U verwacht dus op zeer korte of lange termijn maatregelen? Zeer korte termijn. Zeer kort, ja. Maar laten we niet meer rond de pot draaien, nietwaar? Ik zeg het nog. De deur staat op een spletje en we moeten erdoor, nietwaar? Hoe is de sfeer eigenlijk binnenin? Gespannen. Oei, zeer, zeer gespannen. Maar ik herhaal het en ik zal het niet kunnen... Niet kunnen blaven herhalen, denk ik. Maar mijn partij en ik, wij staan te trippelen van ongeduld om de ingeslagen weg verder te zetten. Je blijft dus hopen op een goed afloop. Ja, dat moet, hè. Anders ga ik naar de koning. Tot zover deze straalverbinding uit de Wetstraat. Commissaris Schilverdjas.
met commissaris Schilfertjes en Rozemarijn. Wie heeft het gedaan? Sotjaruke, commissaris. Wanneer? Om 19:35. Aha, 19:35. Dat betekent dus dat Sotjaruke een voorsprong heeft. Inderdaad, commissaris. Maar ik denk dat we hem nog kunnen inhalen. Aha. Weet je wat mij dan nu doet aan denken, zo'n ooizolder? Liefde en romantiek. Kun jij je eerste lief nog herinneren? Of je eerste verliefdheid? Ja. Nog heel, heel hoog. Ja? Echt waar. En dat was in 1942. We waren met de vrienden met de fiets naar een voetbalveld gereden, waar de allemaal squatkelders waren gemaakt. En daar reden we dan ook. Dan fietsten we en dan duwden we elkaar van de fiets. Die had Lester nou verschuilt, die was gewonnen. Maar we zingen... We zingen er een hele hoop maskers aankomen. Ja, en die komen er langs en ja, wij stoppen met fietsen. Direct in een hoop, allemaal babbelen. En ineens komt er een masker aan en die zegt... Wil jij even in de schoolkelder gaan? Dan zal uw vriendinneke langs de andere kant komen voor uw eerste kus. En hoe oud waren je toen? 16. Ah, ja. Dat kon, hè? Nou, dat kan wel. Denk, wat verdikken, joh. En ik kom die schoolkelder in... En ik zeg, hey, dat vriendin, ik kan ook, okay. Zeg maar dat. En ik kon in die school ook al zeggen, godverdomme. Ik zeg, ik kon haar na kussen, hè. Ik dacht, op haar mond, zo. Ik dacht, nou moet ik er iets van maken. Ik weet van binnen, zo hevig. Maar blijft ze. En hier was ze van mij. En die lacht nog maar. En die weer wat roert. Deken over. En ik zet me erop. Ik zit op die kist. Die gedacht wat erin zat. En ik zit zo even en ik hoorde niet eens. En ik voel dat aan een been. En ik zie. En dat was dan een panter die erin zat. En die had zijn poot door die traal en die nagel. En die hakte in mijn broek. En die trok dan naar beneden. En ik had een neefkostuum. Ik was zo fier als een duivel. Een beers dat blonk, zo'n lichtbeers dat heel hard blonk. Maar ja, die broek die lag open tegen de grond, want ik moest op. En dan ben ik zo opgegaan, zo. Zo, op zanger ben ik opgegaan. En die mannen van het orkest, die zagen mijn broek. Die lachten, want de bleek wist het niet. Maar ik zag wel, het was al vroeg dat er iets was. Dus ik heb een aankomst ingedaan. En dan heb ik het eens laten zeggen om de mensen te zoeken. Die wisten dat mijn broek schuif van wat, dat weet ik niet. Maar de baas, meneer Matone, die heeft mijn kostuum betaald. Ah, dus, ja. Dat is een schoon geste, hè? Ja. Mijn broer. Zeg, wilde je dan aan die mug? Zo gaan ze door tussen die koeien. Wat u mij daar zegt is zeer eigenaardig, meneer Janssens. En dat is nu al 3 jaar dat mijn vrouw denkt dat ze een straatvogel is. Ja, ja. En dat geeft problemen. Ja, soms loopt ze 3, 4, 5 keer rond de tafel. Zo zot. Dan zal ik haar toch eens moeten onderzoeken. Hè? U moet haar eens meebrengen. Ze zit in de wachtkamer. Maar laat u ze toch binnen, meneer Janssens. Ja. Ja. Kom even binnen, Lisa.
Dag, madame. 2 liter melk. 2 liter verse melk voor madameke. Yep. Chef, 2 liter verse melk voor madameke. Rattenvergif in, hè? Rattenvergif? Rolde dat naar je hoort. Wist je wat er zit? Weer een die geprobeerd heeft om de schoonmoeder te vermoorden. En hoeveel heeft hem gekregen? Ah, niks. Allee, de zus heeft hem nog een tweede kaas gegeven. Allemaal. Ja. Makkelijk. Amai, maar Tilleke, je moet maar dan uitbrengen, Hans, hè? Als wij zijn, madameke, zeker. Ja, dat is goed, dan kan ik allemaal klaar kamiskes bij Jacob doen. Kamiskes moeten niet in de keuken zijn. Ik moet niet doen, dat je dan baas is, hè? Achter met een toeg, ja. Dat zal het zijn. Tekening gedaan, zeker? Dat is niet slecht gedacht. Amai, zeg allemaal recommandees, dat doe ik er niet vandaag, hè? Dat is veel te veel werk. In eerste zicht werkt zelf, dat je schrijft alle dagen een brief naar zijn hagen. En waarom doet hem dat? Dus aan zijn hagen te vragen hoe dat met hem gaat, zeker, hè? Maar zeg, ik word het te vergeten, wat ben je zo? Oh, je hebt er anders aan twee schoenbazen, hè, Mathilde? Ja. Ah, thee voor het doebij! Julia! Als je thee vraagt, krijg je thee. Dag allemaal! Wat deden we vandaag? Ratten! Hé? In de naam was het weer kalkoenfilet. En dat raakt niet binnen, hè. Een grote groen. Met zo'n tang en zo'n steer. Stil. Oh, het is Julia. Een grote groen met zo'n tang en zo'n steer. Was toch geen reuze olifant, zeker? Zwaasnissen, zo'n beest. En piepen dat dat toe. Piep, piep, piep. Hoor dit, hoor dat, hoor dat. Julia en de klanten. Dat is het turkje van de keuken dat piept. Allee, vroeg, wat gaat ze vangen? Ik ben hier nodig. Wat zal het zijn? Wel, de dag schotel zeker. Is geen rat met promen. Dat is geleden van in de nou. Julien, vooruit. Nee, Mathilde, ik doe het niet. Julien! Wel, Mathilde, ik zal eens voor die dag schotel zorgen, want daar is er een vent van nodig. Hier, een juffra. Ze zijn maar ratteke dan goed om soigneren. Verbied! Het is dringend. In de zee! En je zegt het precies groot. Ja, zolang dat Quint blijf ik spelen. Hij is kapot. De deur moet niet deksel lopen. Niet deksel, waarom? Omdat er geen voetbal in zou vallen, tje. Jackpot. Voilà. Dan kun je eens goed garage herzien. Ze zit in het toilet. Ik zeg dat ze in het toilet zit. Allee, Pierre, vooral wat arrangeert, ga dan nog eens? Nee, dat zal vandaag niet meer gaan zijn, Mathilde, want ik heb nog 2 nieuwe recommandees te doen en dat is een hoop werk, zeg. Ja, ja. Heb jij rattenvergif? Allee, Mathilde, je trekt uw pan dan wel mee, zeker. Tot morgen, hè? Straf dan, nou is die facteur met mijn dagschotel weg. Je nee, zeker weer niet betaald. Dat zal ik vandaag een heel schrappe lijf doen. Als we nu eens teruggaan naar de Gaston en Leo shows, daarin spelen mijn goede vrienden, de boeren, ook een belangrijke rol dikwijls. Ja. Waarom?
Ja. Ik heb ook een boer gespeeld, verschillende boeren. En als ik een boer speelde, dan voelde ik me meer vinkt dan ik was. Is het echt? Ja. Ik had dan een snor geplakt, een klank op. Ja. En een boer kan zo streng zijn. En die hebben de... Je moet ook als gesminkt worden, niet te veel, maar toch moet de gezichten nog wat druk in geven dat de weer en wind al is versleten, verstonden. Ja. Een boer spelen vond ik dit ongelooflijk. Ja. Kunnen we zeggen hoe laat het is, meneer? De landbouwer? De zon, hè? Maar hoe kunnen we dat nu zien als er geen zon is? Simpel, hè? Dan zie ik hier op je. Het is 4:55. De zon stond achter. Hey. Hoe is dat nou afgelopen met die haan die je niet meer van zijn kiekens wilde weten? Hij is opgelost, jong. De veterinair die is geweest. En die heeft pilletjes gegeven voor bij het eten te strooien. En sindsdien, jongen. Hoe heette die pillen? Dat weet ik niet. Maar ze smaken naar zuurbolletjes. Word jij vannacht vrij, manneke? Jawek, maar moet ik nog een lief zoeken, hè, boer? Zuur! Ja. Mag ik een avalanteren eens meenemen? Als ik ging vrij, nee, manneke, dan ook ik geen lanteren nodig. Weet je dat? Jawek, dat zie ik. Secretarissen van dokter Klaas. Dag, madame. Ik moest van meneer dokter mijn ontlasting binnenbrengen. Ja, breng het maar binnen. Timmers komt de veterinair om ons blis te bevruchten. Jij wijst die mens de weg, hè? Wat? Ik weet het. Hallo? Goeiedag. Ik ben hier voor die koe. Ja, ik weet ervan. Die zit deze hier, hè? En door is een balk en daar steekt een ogen in. Dat kun je de broek wel hangen.
Daarom moet ik onze Bertha ook eens insteken. Zeg Gaston, als we het hebben over Gaston en Leo en boeren, dan denken we automatisch aan het gezin van Pamela, hè? Heb je daar een stukje van gezien, van het gezin van Pamela? Ja, ja, ja. En wel, ik vond Leo daar schitterend in, als boer. Want Leo was altijd wat beschadigd. Ja. Die wist niet of dat hem dat doen kon. Maar het is de goede acteur. En dan speelde die een boer. Ik zeg, als ik die een boer speelde, dan moest ik meer vinken dan ik was. Leo niet. Leo met zijn snor en met zijn klaksje. Hij had dan ook zo'n rechte houding. Zo'n kas. Ongelooflijk een boer. En zijn vrouw, hij had een goede tegenspeelster. Dat gezin van Pamela, dat is echt de knaller geworden. Door Leo, die dat zo in zijn handen had. Ja. Want ik heb het hem dan ook gezegd. Ik moest hem dat zeggen. Dat ik zei, Leo, godverdomme. Je deed de show gestald. Het is een formidabel een boer. En ik weet, als het allemaal afgelopen was, dat hem er heel fier op was. Ja. Ja, ja. Garantie. Ja. Jij bent precies ook nog fier op hem nu, hè? Ja, ik ben heel fier op hem. Ja. Ik weet het. Maar we zijn er zeker? Ik weet het zeker. Nog heel zeker, wat anders? Heel zeker. Nou, ze zagen het dan, hè? Wel, voorzitter. Weet u nog hoe ze me koor leren kennen en met de bevrijding van 44? Ja, ja, dat weet ik nog niet. Dat was met de dingen, hè. Met de bevrijding van, wacht zelf, van 44 zeker. Ja, dat moest u iets geweest zijn, hè. Wel, ik moet iets bekennen. Ik was niet wie wat tijzeren dat ik toen was. Zeg dat nog een keer. Ik was niet wie wat jij pijzeren dat ik toen was. Ik was niet Pamela. Dat meisje wat dat je over ontfermd hebt. Ik was de dochter van graaf Philippe Rillet d'Oustambanque uit Oostende. Mijn vader heeft mij onterfd en mij aan de deur gezet. Gelijk een vuilbak. En weet jij waarom? Het was genoeg het was vooral, zei ik. Voordat ik u leerde kennen, heb ik in zonde geleefd. Ik was de maîtresse van een Antwerpse industrieel. Van een Antwerpse diamantair. Van een Antwerpse politieker. En van een Antwerpse kunstschilder. En toen zijn we getrouwd, voor van moeders, ze gezegd. Maar dat was niet van uw moeders. Dat was moeders van een andere man. Zeg dan nog een keer. Wel, vader. Berthe is niet uw zoon. Van wie ben ik dan verraderlijk? Van Maurice de Smet, de Antwerpse visboer. Gigantvernoemde 10 miljarden om de dier, dat ik het zo lelijk moest zeggen. Een bastard op mijn erfje. Wie is dat gebeurd? Zeg het! Zeg het, wat kan ongelukken doen, hè? In zijn viskar. Maar als de Smet zit tegen mij, kon ik er meekijken naar mijn sprot. En daar heeft hij mij genomen. Tussen de pladijs en de gepuilde garnaal. Genomen, genomen, genomen. Niet te leven te werken, dat haast. De Smet, is dat met één woord of met twee woorden? Zeg je! Hij geparkeerde mossel. Zie je hem zitten, zeg. Dat moest mijn opvolger zijn. Mijn zoon van een visboer. Een visboer. Wordt het nu nog gedaan met een elektricien? Of met een metser? Of met een facteur? Oh, maar voter, dat had Maurice niet goed gevonden. Dat ik met een facteur in zijn viskar. Zeg! Een visboer. Dat is dat, dat noemt de Giant 40 Jorieke. Vis! Vis! Ge uitgerekte. Viskroketje. Je zit er niet veel beter als die vijf anderen, weet je dat? Van meneer. Van meneer, zakken. Mijn grote rust op Bertus en valt niet. Zeg! Wat heb je nu gegeven? En trap het af! Jawel, ik trap het af! Af, af en nog eens af.
Dag dames en heren. Gaston Bergmans is 80 jaar geworden en daarom mogen 5 collega's en ikzelf hem 6 weken lang eens flink in de bloemetjes zetten. Samen met Gaston nemen we een duik in zijn schatkist vol verhalen, herinneringen en onweerstaanbare sketches. Ik mag de spits afbijten en daarom zou ik het met hem eens graag willen hebben over boeren en vrouwen. Want die hebben in de Gaston en Leo shows een belangrijke rol gespeeld. En natuurlijk ook over Jenny, de grote liefde van zijn leven. Plaats van afspraken is de zaak van dokter Chantal hier in het landelijke Randst. Welkom in de eerste aflevering van Gaston 80. Dag Gaston. Hey Dina. Hallo. Zit hier gemakkelijk gerakt? Ja. Was dit te moeilijk voor te vinden? Nee, ik heb de weg goed gevonden, want het is inderdaad een beetje afgelegen. Ja, niet meer afgelegen. Ik begrijp waarom dat je hier graag komt. En, ja. en de dochter in de keuken. Mm-hmm. Kom je hier dikwijls? Ja, toch minstens 2 keer per week. En als we komen eten, mijn dochter staat in de keuken, dan kan ik al iets zeggen. Doet dat er iets bang of doet er iets van meer roerkoek of zo. Dat is gemakkelijk. Dat is gemakkelijk, ja. Ja. Ja, maar eigenlijk ben jij toch meer een stadsmens en vroeger ging je ook al eens gemakkelijk naar de zee. Ja, maar ja, we werkten ook al eens hier in de zomer. Natuurlijk hadden we een hele dag vrij en dat was dan ook een soort vakantie. En dat was soms werd ik wel eens lastig gevallen door mensen die naast mij komen lopen en vragen stellen. Het plezantste was, waar de kinderen? Ja, als die afkwamen, dan had ik altijd die te verwachten. Zo heb ik iets over 2 jaar, toen we waren. Dat was een kleine, ik zag die van ver, ik roep, Gaston! En ik ging in de verte, een kleine, jaar of 4, met wit haar, dat de mooiste kon, de hand van zijn mama. En ik hoor, en die loopt de hand van zijn mama als die komt naar mij gelopen. En die zei, Gaston, zeg wat hij is. Ik zeg, ja jongen, mijn jongen. En in dat vliegmachine zei hij, En ik wist niet direct wat hij me daarover had. Maar toen zei hij, met die Chinezen, word jij niet bang? Ik zeg, nee, niet een vliegmachine, dat valt nooit. Ja, maar je kunt er wat van zetten. Oh, jongen, toch. En dat was voor mijn jongen toch. Al die mensen er rond stonden te lachen. Ja, op de deur zei ik, ik moet toch naar huis, want ik zag dat uit bommen wachten. En dan zei ik, hoor, met een hotel? Ik zeg, nee, met vliegmachine. En dan leefde hij nog zijn bommen. En dan hoorde ik hem nog vertellen tegen zijn bommen. Hij gaat met vleesmachine los. Dat is de jongeren die is. En zo waren we dan verder. Dat is ongelooflijk. Dat vergeet je nooit meer. Nee, jongen. Dat kan nou nog niet. Papa, kom naar huis. Anneke, de match is juist begonnen. Even wat dan. Maar geef dan hier stederien een schoen handje. Papa, maak een pralineke. Nee, mijn jongen. Dat is ongezond. Allee, Bompa! Nee, als Bompa nee zegt, is nee. Dan krijg je een dikke buik van. Ja. Madam, jij zei er ook niet kunnen afblijven, hè? Is maar een kind, hè, madam. Nee. Ja, meneer. Heeft u gedronken, meneer? Nee, meneer. Zou meneer dan
is willen blazen, alstublieft. Inhaleren, blazen en blijven blazen. Dank u. Blazen, blazen, blazen. Dank u. Dus, meneer, het is wel gedronken. Dat kan niet. Ik heb niet gedronken. Meneer. Pompa heeft niet gedronken. Dat apparaat is kapot. Dat apparaat is niet kapot. Laat mij dan eens blazen. Inhaleren, blazen en blijven blazen. Blazen, blazen, blazen. Dank u. Je moet zien hoe kan hij. Die test is weer positief. Zie je er nu wel? Dan is er even met dat machine. Rammer daar, kom. Nog alle geluk, hè, Bompa? Dat ik die restjes van uw pintje heb opgedronken. Moeka, ik heb dorst. Begin die doorgang, troisième virang. Vijf. Jij en bij wie zit je? Moeka, ik heb dorst. Echt, die is weer van dassen, hè? Moeka, ik heb dorst. Stop dus! Moet dat geslopt? En zal die een dorst wel overgaan. Manneke, pas zoek dat ik naar boven moet komen, hè? Al wel vaker brengt al in passant een glasje water Brave jongen, kunt gij me zeggen welke weg hier naar Moerkerke gaat? Dat zeg ik niet. Wel, wel, wel. Zo zult gij nooit in de hemel geraken. En gij niet in Moerkerke. In toneel en op en televisie en zo zeggen ze dat met kinderen en met dieren werken om problemen vragen is. Hè? Is dat zo? Ja, dat is zo. Hè. Tegen een kind of een dier kun je het nooit inhalen. Dieren, daar kan ik ook over meespreken. Hè. Bij boerzoek vrouw, dat is ook niet evident. Hè? Dat geloof ik. Ik heb dat meegemaakt in Oud-België. Als je wat ziek in Antwerpen. En ik heb dat gespeeld toen ze nog veel meer attracties werkten. Dat was de beste attracties van de wereld in een tijd. En ik stond achter het scène. En er stond een grote kist met een zwarte. En die zei niks. En ik zei niet eens tegen haar, je hebt al argheiten. Want ik zag zo'n geel streppetje net van haar kin. En die roer ging naar open, die was naar een hand af. Die dromde naar om en die schouwde op de loop. En die was weg? Die was weg. En ik heb ze er nog af en toe teruggezien, maar zei jij maar nooit meer bezien. Allee. En ja, en nu nog, hè? Als ik nu haar net, dan denk ik om haar, dan denk ik om Gabriel. Ik zou willen trouwen. Jazeker.
En in welke datum had u gedacht? Bessie Hinder, ik ben blij dat je al wilt. Dag André, wat zal het zijn voor u? Ik zou iets willen vragen. Zou u vanavond met mij eens willen gaan eten? Gaan eten? Vanavond? Ja, graag. Echt? Geef me dan eens een flesje met mijn mondwater. En een pelletjes shampoo. En een extra sterke deodorant. Een pakje condoom. Gaston, we gaan een ritje maken. Naar waar? Dat ga ik nog niet verklappen, maar we houden het romantisch, hè? Oké. Stap. Dank u. En we zijn weg. Ja. Je hebt me daarnet verteld over uw eerste verliefdheid. Ja. Maar uw enige echte grote liefde in uw leven, dat is Jenny, hè? Ja. Hoe heb je haar leren kennen? In Antwerpen, op de Grote Markt. Er was een taverne, de Bonaparte. En ik kende die mensen goed die er waren. Nu en dan na het optreden ging ik er een whisky drinken. En op een zaterdag stond er een nieuw meisje achter een toer. Heel schoon. Masker was dat. Nou, dat masker was te schoon voor mij. Dus ik denk, die moet ik niet, want dan moet ik niet verliefd op worden. Maar ze klapte toch nu en dan. Was wat verlegen, maar ik vroeg hoe kwart ik en van waar dat ze kwam en zo. En dan heb ik op een duur heb ik ze gevraagd voor die smeen naar een optreden te gaan. En dat deze. Dus die smeen naar een zaal geweest en met de pauze zag ze mijn kleedkamer al op. Want ze zei, ik zit alleen in de zaal, maar hier bij u. Kijk, dat was geen probleem. En dan heb ik het nog eens gevraagd en nog eens. En dat ging vanzelf. Op een duur vroeg ze het zelf, wanneer gaat er nog optreden? En dan wist ik dat het kon. Ja. En dan wisten we dat alle twee. Ja. En ik heb die niet meer wat mijn handen losgelaten toen. Dat was een grote verliefdheid tussen alle twee. Ja. En uw oogstjes fonkelen nog altijd. Hè? Mm-hmm. Zeg maar, ja, zo met een artiest in zee gaan, dat heeft ook een keerzijde. Hè? Heeft Jenny u veel moeten missen? Ik begreep het allemaal later maar. Dat ze feitelijk meer geleefd had voor mij dan voor haarzelf. Ja. En achter elke sterke man staat er een sterke vrouw, hè, zeggen ze. Ja. En ook toen je ziek werd, heb je veel steun gehad aan haar. Hè? Ja, toen heb ik begrepen dat ik ze over 47 jaar dat ik er verliefd op werd.
en dat ik ze over 17 jaar pas heb leren kennen. Toen mijn ziekte zijn, heb je eigenlijk pas beseft wat ze... Ja. Of wat je aan haar had, ja, eigenlijk dan. Ja. Dat ze meer voor mij leefde dan voor haar. Ja. Gewoon. Ja. Heb ik heel goed begrepen. Nu ben ik altijd veel mannen uitgenodigd om koffie te komen drinken. Ja? Ja. Maar is het de eerste die koffie maakt? Pardon? Mag ik? Doe maar. Er was een groot congres in de stad. Over seks. Ik ben er geweest. Dan weet je ook welke de beste minnaars zijn. De beste minnaars zijn de Indianen en de liefste de Joden. Mag ik me voorstellen? Winnetou Rosenbaum. Thank you.